We zijn links, maar niet alles is acceptabel. En daarom maken wij graag van deze gelegenheid gebruik de linkse politiek het volgende voor te leggen. De politiek moet het in zich hebben te weten wat goed is voor de Nederlanders. Als het ware moet de politiek Nederland de weg wijzen. Opvoeden. Politici moeten een echte missie hebben. Politici moeten willen echt missionair te zijn. Dus om een stukje oprechte richting te geven aan de Nederlanders. Het Nederlandse softdrugsbeleid heeft geresulteerd in inmiddels 400.000 verslaafden. De domme, belangrijkste beleidsbepalers hebben nooit dit resultaat voorzien. Je medemens. Je eigen kinderen, je plaatsgenoot en anderen wil je toch zo ver mogelijk weghouden bij zulk ondermijnend spul? In meerdere opzichten is het destructief. Het niet tolereren, het niet gedogen, is dan toch een stap in de richting? Waarom moet Nederland zo gevaarlijk eigenwijs zijn? Goed opvoeden moet het zijn, Nederland. Of is het wel acceptabel dat je eigen kinderen en bijvoorbeeld plaatsgenoten verhoogd risico lopen in aanraking te komen met het ondermijnende goedje, zijn de cannabis? Opvoeden, toch al zo'n beladen woord de afgelopen jaren in Nederland, daar moet het volgens ons om gaan, een cultuuromslag, is daarom hoe dan ook noodzakelijk. Dit dus echter, tragisch genoeg, alleen vooral in Nederland? Straatsburg wil niet wat Nederland doet. Het Nederlandse softdrugsbeleid moet stopgezet worden. Volgens ons geven alleen idioten gemakkelijke gelegenheden aan medemensen zichzelf voor een stuk te vernietigen. Het Nederlandse softdrugsbeleid moet stopgezet worden, en dit kan, op slimme wijze zonder repressie. Moet Nederland zich qua softdrugs aanpassen aan het overgrote deel van de wereld, of moet het overgrote deel van de wereld zich aanpassen aan Nederland? Dit willen wij graag voorleggen aan, bijvoorbeeld mevrouw Lea Bouwmeester, maar aan andere politici mag het ook voorgelegd worden.